Mitchell, wordt die wedstrijd tegen Roda JC een beetje te vergelijken met die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op voorhand? Een beetje dezelfde ploeg misschien, dezelfde tactiek of niet? Ja, je kunt de wedstrijden wel vergelijken. En niet alleen binnen het veld, maar ook op papier. We krijgen weer een ploeg die onderaan staat. We hadden vorige week ook, we weten dat het een belangrijke wedstrijd is. Dat hoeven we eigenlijk ook allemaal niet heel veel te gaan herhalen. Dus ja, op heel veel facetten komt het weer aan op, zijn we er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ja, wij zijn er klaar voor. Ik denk dat dat na vorige week nog wel een keer extra duidelijk is geworden. En dan zie je die ploeg spelen. Dan denk ik dat een hele goede eerste helft spelen. Ondanks dat je weer achterkomt. En dan zie je een ploeg spelen die ondanks de teleurstelling goed speelt. Alleen we maken het onszelf altijd heel lastig. Omdat we op kleine details hebben we het altijd over. En dat zijn toch wel iedere keer de beslissende dingen, momenten in de wedstrijd. En dan heb je het over het scorend vermogen. Dan heb je het over de eerste beste aanval van Go Ahead Eagles. Die ligt er gelijk bij ons in. We scoren 1-1. En 30 seconden later had hij weer bij ons erin kunnen liggen. Dus ja, dat zijn toch wel de momenten in de wedstrijd die bepalend zijn. En dat maakt die wedstrijden natuurlijk nog belangrijker. Aan de andere kant kun je ook kijken van het begin van het seizoen verloren die wedstrijden. Dus ja, we zijn niet tevreden met een gelijkspel, dat is duidelijk. Alleen je blijft in ieder geval de afstand houden. Dus dat was in ieder geval de enige goede positieve uit de laatste wedstrijd. Maar ja, morgen komt weer zo'n potje. En dan moeten er weer mannen staan. Ja. Wat is jouw beeld van Roda? Ik heb ze zelf 2 weken geleden gezien bij Feyenoord. Nou, 1 goede kans met Van Hiefte, die bal op de lat. Maar verder... Ik heb er niet een hele hoge pet van op, maar ik heb er misschien niet zoveel verstand van. Dus wat is jouw oordeel? Nou, wij pretenderen er verstand van te hebben. Maar als je even teruggaat naar de eerste seizoen zelf, dat we hier thuis tegen Roda speelden. Ja, dan doe je heel veel dingen goed, maar je gaat er wel met 0-1 van af. En dat is de enige overwinning van Roda. Dus daarin kunnen wij niet meegaan. En dat zou ook te makkelijk zijn. Dat zou ook getuigen van weinig respect ten opzichte van de tegenstander. Dus dat is even serieus als altijd. En dan heb ik het over de analyse. Dat we daar gewoon heel bewust mee bezig zijn. Want ja, we kunnen wel heel veel vinden. Maar je moet in ieder geval eerst laten zien en winnen. Dan kun je daar een mening over hebben. Op dit moment kunnen we dat niet. Daar zijn we te weinig constant voor. Als we zeker tegen directe concurrenten moeten spelen. Dus het is voor ons, wat ik net al zeg... Niet alleen op het voetbalvermogen, maar ook er worden meerdere dingen gevraagd. En de kleine verschilletjes, details maken, gaan het verschil maken. Nou, dat weten we alles van. Dus we zijn wat dat betreft op onze hoede en we weten precies hoe het ervoor staat. Leeft dat een beetje dat Excelsior het vaak moeilijk heeft tegen ploegen uit dezelfde regio, een beetje onder in de Eredivisie? Nou, ik denk dat het bij ons op zich niet zo leeft. Ik denk dat het meer dat de buitenwacht is daar een duidelijke mening over heeft. Dan worden... Maar je haalt het zelf net ook aan namelijk. Nee, ja, maar je ontkomt er niet aan. Nee. Omdat de vragen daarover gaan en je ontkomt er niet aan. Dus kunnen we heel hard voor weglopen. Maar goed, daar moeten we ook een netjes antwoord op geven. En ik ben je wat dat betreft dan voor, dus dan hebben we het in ieder geval gehad. En, je wordt daarmee geconfronteerd omdat het ook de statistieken worden erbij gehaald. Dus niet alleen van dit seizoen, maar ook van de seizoenen daarvoor. Op zich kun je daar niet zo weinig mee, niet zoveel mee. Maar... Het is wel een feit. En wat dat betreft gaat het om resultaat. En het enige wat daarvoor telt is toch die 3 punten. En die moeten we zo snel mogelijk pakken. En dan zou het ook wel een keer lekker zijn om het tegen een directe concurrent te doen. Ja. Afgelopen zondag gaf je ook een netjes antwoord. Toen aan mijn collega Sinclair. Die vroeg Kolwijk, Bruins, Van Duinen, waarom spelen die niet? Toen zei je, ik snap je vraagstelling, alleen je moet hun geschiedenis kennen. Nou, dan weten we dat Bruins topte met een liesblessure ook. Hoe zit het nou met Kolwijk en Van Duinen? Zijn die nu al helemaal 100% fit? Ik weet de vraag nog, ik had hem ook verwacht. Alleen aan de andere kant zeg ik van... Toen of nu? Ik snap hem vorige week en ik nu ook. En ik snap hem nu ook heel goed. Alleen, ik zeg ook erbij, je moet ook je huiswerk doen. En je moet weten... wat je gaat vragen en wat er gebeurt. En als je daar iedere dag bij bent, dan kun je daar een mening over hebben. En, dus ik snapte de vraag. Ik vond hem een beetje makkelijk gesteld. En de antwoord blijft eigenlijk hetzelfde. Van het trio is Rijn het dichtst bij. Die heeft voor de winterstop last van zijn lies gehad. En daar is hij nu eigenlijk vrij van en verlost van. En de andere twee die zijn sinds 10 dagen eigenlijk vol in training. Maakt dan nog niet alles mee. En die zijn er toch al een tijdje uit geweest. Nou, dat zijn dan de keuzes die je moet maken.
vraag ik me van, als je niks anders had gehad, hadden ze dan gespeeld? Ja, die kans dan was wel groot geweest. We zijn doorgegaan met de ploeg die voor de winterstop gespeeld heeft. En die lijn hebben we doorgetrokken. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt aan de spelers. En ja, ze zitten te hijgen. En dat betekent dat ze de andere spelers scherp houden. En als je dan kijkt hoe Ryan bijvoorbeeld vorige week invalt. Ja, die geeft dan een extra boost aan die ploeg. Nou, dat is ook de Ryan die we willen zien. En dat is ook de Ryan die we aan het begin van het seizoen gezien hebben. Nou, dat zijn de afwegingen die we maken. Ik zag je vandaag op de training Ryan even met een geel hesje. Daarna Fortes weer met een geel hesje. Ja, ik zeg Fortes gewoon spelen. Nou, dat hebben we speciaal gedaan omdat jullie een dag voor de wedstrijd een keer waren. Maar... Nee, af en toe. Verrassen ook proberen we, maar niet helemaal gelukt. Ja, is wel scherp, hè? Het is wel scherp ook bij jullie. Nee, maar wat dat betreft, ja, dan zijn we een aantal dingen. In grote lijnen staat het allemaal vast. En je gaat een aantal dingetjes doen. En ja, in grote lijnen nogmaals staat het vast. En je probeert, je krijgt een ander type speler. En dat heb je vorige week ook gezien. We hebben een aantal jongens die met dezelfde kwaliteit op het middenveld. Jeff heeft wat andere kwaliteiten dan deze jongens. Nou, en dan probeer je daarmee te spelen. En vorige week... met het inbrengen van Rijn hadden we weer meer voetbal nodig dan we op dat moment brachten. Nou, dat zijn dan de afwegingen die we maken. Dus in grote lijnen blijft alles wel staan. Ja. Transferdagen, transfer wordt nog een paar dagjes, maar gaan er nog gekke dingen gebeuren? Nou, je weet het nooit, nee. Maar wij hebben die geldkraan ook niet. Dus wat dat betreft was het voor ons duidelijk. We konden niet al te veel doen. We hebben duidelijk aangegeven waar we versterking voor wilden halen. Er zijn altijd jongens die niet tevreden zijn. Die zitten er ook bij en dat is dat kan. En die hebben ook hun zaakwaarnemers en dat soort zaken aan het werk gezet. Nou, dat speelt ook altijd. Nou, het is nog een kleine week en voor de rest is het altijd wat nerveus in deze periode. Nou ja, daar leer je mee omgaan. En het is nu wat makkelijker, moet ik wel zeggen, dan in het begin van het seizoen. Want dan ben je echt continu bezig om versterkingen te halen. En nu is het wat, komt er wat bij, dat is heel duidelijk. Je weet welke spelers je wil halen. En dat moet gelijk een meerwaarde zijn voor de ploeg. In die zin dat ze fysiek er gelijk moeten staan. En niet dat ze ook nog op moeten trainen. En er zijn nogmaals, wat ik net al aangaf, de jongens die niet tevreden zijn. Die andere dingen willen. Maar ja, die moeten ook mogelijk zijn.